Ja, daar is hij weer. Sowieso. Ik ga jullie laten zien wat er gebeurt nadat je 40 liter kraanwater gezuiverd hebt met een destilleerkolom. Wat er dan in achterblijft. Kijk, daar is een destilleerkolom. En dan gaan we eventjes erin kijken. Zo. Kijk eens. Dit is de substantie die erachter blijft. Kijk. Een soort. Ik denk dat als je dit opeet, dat je dood neervalt. Gadver. Bah. Dat is vies. 40 liter kraanwater en dit zit in je lichaam. Jee! Dankjewel, Waterzuiveringsbedrijf Nederland. Dankjewel voor deze gifstoffen. Deze microplastics, deze hormonen, dit medicijnafval. Goh, dit had ik allemaal. Weet je wat? Ik doe het in strips en ik verkoop het als antidepressie. Wat zeg ik? Ik doe het in strips en verkoop het als antidepressiva. Nou, 40 liter water. Hè? Mike, wat zeg jij daarvan? Ja, dat lust jij ook niet, hè? Nee. Bah. Dat komt er in Nederland uit de kraan. Gatsie. Nou snap ik dat Mike uit de sloot drinkt. Nou snap ik waarom Mike uit de sloot drinkt. Hé? Wat heb jij dit? Wat zeg jij ervan, kippie? Nee. Kom dan. Kom eens even bij baasje. Oh, ga je me pikken? Dat is niet aardig, hè? Dat is niet aardig, mij een beetje lopen pikken. Nee, dat is niet aardig. Dit is Kentucky, dus de baas. En dat is Nugget. Dag Nugget. En die onder het verf, met de blauwe verf op zijn kop. Deze, dat is mijn favoriete. Dat is Oven. Oven die loopt me te pikken. En die heeft honger, maar ja. Ik dacht dat Mike kon bedelen, maar die kippen kunnen er ook wat van hoor. Hé Mike? Mike, wat doen we met de kippen? Barbecuen? Nee, gaan we de kippen barbecuen? Nee, hè. Maar goed. Zo'n destilleerapparaat, dan heb je zuiver water. Kost op AliExpress iets van €90 of zo. Dan kan je in 4 uur 4 liter water helemaal mee zuiveren. Ik zeg, het is een aanrader. Ik zeg, doe het. Tenzij je het natuurlijk allemaal lekker vindt, hormonen en microplastics en medicatieafval van miljoenen pillen. Wat ze er misschien nog meer doormengen, fluoride of zo en zware metalen. Dus ik zou zeggen, investeer een beetje en zuiver je water.